kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remes. Ik moet snel zijn, want normaal gezien had ik een afspraak om 4 uur bij de kinesist. Ik ben even... Ik heb heel veel gedaan al. Ik heb aan 3 vlogs zitten te werken. Hoop ik ergens dan nog terug en hier nu een dutje te doen. Maar die dutje is uitgemond tot heel laat te slapen. Dus ja, kan gebeuren, hè. Oh, kan gebeuren. Ik hoor iemand hoorde aan een fluiten. Dat lijkt maar niet. Hapsadri. Ja, dat is opgestaan. En vertrekken maar. Oh, andere kant. Er gaat nog wel iemand waarschuwen dat ik niet meer bereikbaar ben. Oké, ik ben nu niet voilà. Ja, en nu ondertussen tijd is het al 4 uur. Doe me toch, hè, dat ik hiermee weer al heb verslapen. Kan gebeuren. Kan eens gebeuren. Oh, Maar per geluk. Ligt het niet zo ver van bij mijn thuis af. Ja. Maar ja, het probleem is, ik maak het nu ook al wat op. Kijk, ik begin redelijk wat obstakels te krijgen. Dus als je u moet haasten, dan, dan zit alles weer al tegen, hè. Mijn jaren onder duur. Oh, echt waar. Kan zijn dat de kinesis mij stupid ook gaat bellen. Dus nu stipt juist 4 uur. Dat is nu juist stipt 4 uur. Dus we gaan eens kijken hoeveel dat ik te laat kom. Ik blijf bij jullie wel ook wel praten en al. Dus dat komt wel goed. Dus... Ik heb redelijk veel gedaan, hoor. Dan ben ik ook dan terug nu dus in slaap gevallen. Ik geef dat ook eerlijk toe en al. Even bekijken, want het is hier allemaal zo'n situatie. Hier meteen en daarin en dan een ander auto moet daaruit. Fietsers zijn door aan het komen. Dan nog een... Ja. En dan ik er nog niet moet doorkomen. Holy shit. Het is ook weer goed aan het waaien. Het is officieel herfst geworden, vind ik. Maar het is ook pak frisser geworden. Ik heb mijn Belgische t-shirt aan. Waarom? België heeft uiteindelijk toch gisteren verloren. Ja, voor jullie is dat al eergisteren. Met 2-0. Niet goed, hè. Maar ze hebben wel goed gespeeld. Ze hebben wel redelijk veel balbezit gehad en al. Dus dat is wel mooi. Even kijken.
Joink. Ja, oké. Ik ga perfect over. En dan komt hier ook een vrachtwagen hier toe van waar komt die? Allemaal, zo mensen, hier bij BE-Fit, dus bij mijn kinesist, ga ik eens vertrekken naar mijn ouders toe. Ik heb ook op Discord ook laten weten, vlogs in delay komen zo snel mogelijk online. Uploaden duurt redelijk lang, mijn excuses ervoor. Ik doe mijn best om alles snel te laten verlopen. Ik doe dat ook. Want mijn vlogs die zijn nu nog altijd in de upload. Oh. Eens even kijken. Content. Uploaden. Nog 2 uur en 18 minuten. Oh my god. Dat wordt dus weer al... Dat is weer klotenwerk, hè mensen. Dat is klotenwerk. Ik ga jullie hier ophangen. Dan kan ik ook zo straks van vertrekken naar mijn ouders toe. Om mijn eten te halen. Hup. Hup. Eens even kijken. Daar is alles oké. We gaan nog even zien. Een auto daar ook nog. En daar komt Tjus ook nog in een auto door. Ja. Oké, dan kan ik heel rustig uitrijden. Voilà. Vertrokken naar mijn ouders om eten uit te gaan te halen. Nogmaals, ik had nog heel veel last. Dus morgen heb ik een afspraak bij de dokter. Dan moet ik opnieuw nog een afspraak maken. Deze week ook nog eens bij de dokter. Zeg mensen, laat ook eens alsjeblieft in de comments dus weten wanneer dat eigenlijk de verkiezingen zijn. En ja, jullie gaan nu zeggen, ja, dat bestaat ook wel dingen voor Google. Ah ja, dan gaan we zullen ook wel eens terug de stemtest doen. Die wil ik hier ook nog in mijn vlog gooien vandaag. Dus de begeerde stemtest, die ga ik ook dan wel eens online gaan opzoeken. En daar zit een nonneke mee te volgen. Hoele, hoela. Hoele, hoela. Ik ben nu niet op muziek aan het zingen. Hoele, hoela. Die moet hier zijn, denk ik. Toch niet? Ah, ietsjes verder. Ietsjes verder, maar ja. Voilà. Ik weet het, ja, voilà. Voilà, ik ben met mijn ouders aankomen. Ik ga ook nog mijn excuses aanbieden voor gisteren. Voor jullie weer al eergisteren. Dat ik, kijk hè, ik heb jullie laten zien. Daar was de zand bij gegooid en ja... Ik weet het. En mijn excuses. Nu is mijn papa daar ook nog aan het zaaien. Oké. Ik zie jullie allemaal straks terug. Jojojo. Zo, ik heb het dus anders er eens aangepakt. Ik ben bij mijn ouders blijven eten. Voilà. Ik ben dus wat langer gebleven bij mijn ouders dan normaal. Mannetjes. Wat een weer vandaag. Regen.
En nog eens regen. Hadden jullie zich verschrokken? Ik weet het niet. Ik denk het niet, hè, mensen. Wat ben ik toch zo vandaag zo vermoeiend. Ik had nog iets in mijn gedachten wat ik ook nog kan doen. Oh, en nu ben ik het zo wat vergeten. En dat was ook iets op de computer. Waar ik jullie dan ook op zo in meenemen. Ah ja, de stemtest. De stemtest. Die wil ik ook wel gaan doen, want binnenkort zijn het verkiezingen. 13 oktober hoor ik heel vaak vallen. 13 oktober. Ja. In mijn kopje plannen. Maar schijnt, zijn je niet verplicht om, om gaan te stemmen. Is dat waar? Daar twijfel ik wel over. Ik ga sowieso stemmen. Ik ga sowieso stemmen. En hier staat dan ook weer al redelijk veel auto's. En dan ze weer aan naar binnen lopen. Waarom naar binnen lopen? Het is goed aan het regenen. Kom aan. En daar blijft mijn volmeko. Ja, daar staat je soms wel eens 5, soms heel zelden wel eens 10 minuten hoor. Dus ik ben eens wel eens ooit eens overkomen dat ik hier, dus voor daar op te rijden, ginder 10 minuten eens heb gestaan, man. Voor tot daar te geraken. Echt waar, hè? Doogie. Ik ga over u spreken, Doogie. Ik heb weer al een goed liedje naar mijn hoofd laten krijgen, hè. Een tocht door het donker. De postbode volgt mij. En die blijft mij echt nog volgen, hoor. Oké dan. Ja, kijk maar, daar is de postbode. Kijk maar mensen, de postbode. Wow, mijn deur vloog open. Allee. Mijn GSM in de zakken. Oeh. Ik wou het toch nog even op slot doen. Oh, mannetjes. Wie deze weer heeft besteld, hè, Messi. Oh, het is winderig, het is nat, het is koud. Oh my god. Dat moet ik zien. Ik heb een papier binnengekregen van mijn werk uit.
dat ik werk. Ik kan ook moeilijk slapen en al, dus even kijken wat er kan zijn. Ik kan het niet zien. Jammer. Maar soms duurt dat zo lang dat die lift hier is. Hier rink naar boven. Even jullie hier zo eens neerzetten. Ja, dat gaat. Hier gaat. Niet dat ik het papier op meer heb. Ik kan een beetje. Griepvaccin. Ah. Griepsvaccin. Ja, nee, maar heb ik toch niet meer nodig. Waarom niet? Ik weet niet meer toch meer bij het bejaarde en al, dus dan heb ik dat ook niet meer nodig. Nu wil ik wel nog eens weten hoe het zit nu met mijn vlogs. Ik zit er wel bij in hoor, mensen. Dat het allemaal zo lang duurt. Dus ik pak jullie even mee naar mijn computer. Mijn bureaustoel staat loodrecht omhoog. En die zegt nu nog 1:54. Ik ben oplossingen aan het zoeken dat toch de vlogs toch redelijk snel online komen. Mannetjes. Wat scheelt er toch weer wat erbij? Voilà. Ik ga eens via Edge dan eens doen. YouTube. Niet nu. Kom mee halen. En volgende. Waarschijnlijk moet ik dan weer mijn gsm erboven halen. Dus ik heb mijn gsm al erbij. Hoort je? En dan duurt dat laden soms langer. En voilà. Doorgaan. Voilà. Nou, nog eens hier is mijn pincode ingeven op mijn computer. En dan kan ik terug naar YouTube gaan en dan ben ik normaal gezien ingelogd. Ja. Geweldig. Oeps. Ja, ik ben ingelogd. Dan video uploaden. Oh. Ja, hallo, kom aan. Kijk op je meeting. Oh, dan moet ik nog weer naar mijn tablet gaan. Oh, voor een certificatie te doen dat ik er ben. Oh. Soms krijg ik er de horens van, de horens van, de horens van. Soms krijg ik daar de horens van. Voilà. En dan moest ik een getal ingeven. En wat was die getal? Eens even kijken.
Dat getal is... Ah. 80. Klik toch op oké. Dan gaan we dat nog eens opnieuw laten zenden. En is het dus een ander getal geworden. Kom aan. Ja, ik ben het. Yes, ik kan eindelijk weer op voortdoen op mijn computer. Hoehoe. Nog een keer eens vanaf nul, dus hij beginnen met te uploaden. Geweldig. Dus ja, de vlogs hebben redelijk wat vertraging. Maar ik probeer alles op alles te zetten om het toch zo rap mogelijk online te krijgen. Dus, ik ben ermee bezig. Ik ga ook nog subiet ook nog de stemtest opnemen hier op mijn computer. En die zie ik hier dan ook nog in mijn vlog. Dus ik zal zeggen, veel kijkplezier ook nog met de stemtest. Jojojo. Oké, kijkers, we gaan eens heel leuk de stemtest doen. Wat ik ook heb gezegd, dus in mijn vlogs en al. Dus jullie zien het, mijn gemeente staat er al op, 3570 Alken. Start de test. Dus even kijken. Het is de test van het laatste nieuws. Werken maken van meer veilig fietspaden in Alken. Ben ik akkoord mee? Meer zone 30 invoeren in Alken. Helemaal akkoord mee. Alken moet nieuwe asielzoekers opvangen. Alken moet nieuwe asielzoekers opvangen. Ja, akkoord. Nieuwe verkaveling verbieden in Alken. Nieuwe verkavelingen verbieden in Alken. Niet akkoord. Meer trajectcontroles in Alken. Helemaal akkoord. Meer veiligheidscamera's plaatsen in Alken. Ja, helemaal akkoord. Alken verder visioneren met buurgemeenten. Niet akkoord. Niet akkoord, niet akkoord. Alken tegen 2030 klimaatneutraal maken. Blijf ik neutraal mee. Zo, dan, voilà. Meer boetes tegen overlast in Alken. Helemaal akkoord. De gemeentebelastingen in Alken verlagen. Verlagen? Dan ben ik helemaal akkoord. Echt waar. Helemaal. Joink. Meer maatregelen nemen om zwerfvuil tegen te gaan in Alken. Ik hoop dat ze dan daarmee bedoelen van, eens even denken, gasboetes. Heet het dat zo, gasboetes? Ja, ja. Gasboetes dan uit te delen. Dus, ja, helemaal akkoord. Nieuwe fietsstraten aanleggen in Alken. Nee, niet akkoord. Leefloners in Alken verplichten om te werken, ja. Winkels in
het centrum van Alken financieel steunen. Dan wordt misschien wel de producten ook wel weer al goedkoper, ja. Helemaal, ik kan het zo doen. Nieuwe sociale woningen bouwen in Alken, helemaal akkoord. Heel direct akkoord. Een structureel oplossing uitwerken voor de discussie tussen FC Alken en Alken United. Hebben ze een discussie? De twee voetbalploegen? Dat wist ik niet. Ja, ik ben daar niet mee bezig, hè. Dus ik ga het zo doen. Bedrijven in Alken minder regels opleggen om uit te bereiden. Ja, helemaal akkoord. Ik vind als ze geld genoeg hebben gespaard om hun eigen bedrijf te kunnen uit te breiden, waarom dan ook niet? Inwoners van Alken directe inspraak geven via volksraadplegingen. Nee, ja, zo ga ik het doen. Regels verstrengen voor nachtwinkels in Alken. Helemaal akkoord. Want de prijzen moeten een klein beetje naar omlaag, hè. Gratis gezonde maaltijden aanbieden in scholen in Alken. Helemaal akkoord voor de leerlingen. Meer investeren in openbaar vervoer in Alken. We hebben toch al genoeg openbaar vervoer hier nu toch al rondrijden. Dus ja. Inwoners financieel helpen om een woning te kopen in Alken. Akkoord. Besparen op gemeentepersoneel in Alken. Besparen? Waarom besparen? Allee, kom aan. Niet akkoord. Meer groene ruimte in Alken. Helemaal akkoord. Want ik wandel ook heel graag in het groen. Blijf op de hoogte van al het nieuws in het Alken. Naar mijn resultaat gaan. Oh my god, nee. Mike Pinkster. Ja, gevolgd door Mike Pinkster van NVA. Jullie komen voor 72% overeen, vergelijk hier. Oei. Wat? My Pinkster niet akkoord tegen nieuwe asielzoekers? Come on, meent je dat? Op welke street zijn we dan nog anders? Alke tegen... Ja, oké. Okay. Meneer Poetes tegen overlast in Alke. Oh ja. Gemeentebelastingen in Alke verlagen. Alle, come on, My Pinkster. Meent je dat nu echt? Ja, oké. Okay. Ja. Even kijken. Kan ik teruggaan? Oh nee, ik zeg niet dat ik alles opnieuw moet doen, hè. Oh nee, jawel. Ah, oké. Okay. Per geluk. Dan Jan Robijns van Vooruit met 61%. Dan Frank Vronen van Groen 60%. Bart Juris, 3570. Sorry, Bart. Oh my fucking god. Die van de sportcafé. Ik kom maar 59% overeen met jou. Ah, dat is niet leuk. Op 14 september zijn de kieslitten voor elke tentatief. Tot dan kunnen er dus nog kandidaten en partijen wijzigen. Doe binnenkort opnieuw deze stemtest om je te machtigen met definitieve kandidaat en burgemeesters van Alken. Oké. Okay. Ja. Alleen dat ik met Mike... Ik heb dus echt gehoord van Bart.
Allee. Ja. Ja. Oké. Dit was dus de stemtest. Ik hoop dat jullie er hebben van genoten. Dus ja. Ik heb me aan mijn belofte gehouden. Dus ik ga het sowieso nog binnenkort nog een keer eens doen. Ik denk vlak voor de verkiezingen. Goed. Voilà. Zo, ik hoop dat jullie hebben genoten van de stemtest. En ja, ik ga ook heel blij zijn als ik zelfs dus naar mijn lievertje kan gaan. Want die is zelfs terug van uitstap met een bepaalde vereniging. Dus voilà. Dus ik wacht nu op die sms. Ik ben nu ook op Microsoft Edge begonnen. Kijk maar. Met het uploaden van mijn vlog. Hier staat 12%. En daar staat geen tijdsdingen op van. Ja, dat gaat nog zo lang duren. En hoe kan ik het zien dat die toch nog bezig is met uploaden? Daar heb ik een programmaatje voor. Daar heb ik een programmaatje voor. Die ben ik nu aan het openen. Ah, ik zie hem. Ah, hier, voilà. Ik ga hem even vergroten. Dus zo kan ik het zien dat hij nog wel nog altijd aan het uploaden is. Maar zit dus tegen wat een trage snelheid. Dus ik ga mijn computer nog eens de ene keer rebooten. En dan, ja. Juist, dan moet ik ook nog mijn stemtest, moet ik dan ook nog opslaan. Juist, 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 juist. Juist. Wacht, hè. Joink. Dan gaan we... ja, ik zie dat mijn micro toch wel redelijk stil is. Bestand, project, opslaan. Als... 87 dan al. Voilà, dit is hier al de 87ste vlog. 1887. Nog 1000 vlogs te gaan. En dan zit ik op mijn jaartal. Yay. Op mijn geboortetal. 1987. 1987. Ah nee, nog 100 te gaan. Nog 100 te gaan. Oh, la la la. Nee. Ja. 1987. Ja. Oké. Ik ga dus mijn computer... Ah ja, dat ging het doen. Dus ik ga het hier opnieuw eens annuleren. Als ik mijn muis zie. Ja, annuleren. Verwijderen, ja. Definitief verwijderen, ja. Dan. Oké. Okay. Dan computer. Opnieuw opstarten. Dan ga ik ook... Mijn externe aan de schijven en al heb ik nu ook uitgezet. Dus nu ben ik mijn computer aan het rebooten. Voor te kijken als het toch nog ietsje sneller kan gaan. Voor het uploaden van mijn vlogs. Die ja, nog in de, upload moeten gegooid worden. Want ik sta redelijk ver achter. En dat is niet goed. 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 Ik moet nu mee weer gaan aanmelden. Voilà, ze aanmelden. Dan ga ik toch nog Google Chrome gebruiken voor te uploaden. Normaal gezien moet ik zelfs dan ook mijn DU-meter zien. Kom aan, DU-meter, start op. Dank u. Die is opgestart.
maken, video, klik, 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 klik. Dan was het Rosrock het eerste, ja, van doet er niet toe. En dat is, nu zie ik wel een tijdspanne. Een tijdspanne van, ik had jullie direct zeggen, 2 uur en 39 minuten. 2 uur en 39 minuten. Nice. Dan moet ik ook, wat ik dan ook nog weer al moet doen, dat is richting mijn playlist te gaan. Zo is het. Trek openbaar gooien. Voilà. Publiceren. Publiceren. Dus dat ik ook een melding kan krijgen als het me geüpload is. Playlisten. Waarom? Omdat daar weer al redelijk wat filmpjes zijn gedelete. Noem maar op. Per pagina 50. Hier is 1, 2, 3, 4 verwijderde video's. Dus verwijder. Verwijder. Verwijderd. Verwijderd. En dan moet deze moet er ook dan nog uit. Hoe doe ik deze hier? Verwijderd uit deze playlist. En nog eentje verwijderd uit deze playlist. Voilà. Playlisten zijn nu ook alweer al bijgewerkt bij deze. En nu heb je toch wel nog een betere snelheid. Zit dat nu eens aan. 38,8. 38,9. 38,9. 39,9. Ja. Dus, mijn vlog zit in de upload, dus dat is ook goed. Dus alles komt wel in de chakos. Nog 2 uur en 26 minuten. Wauw. En dan pas kan de volgende weer al in de upload. Ik zie jullie allemaal straks terug, dus misschien samen met mijn vriendinnetje. Tot later allemaal. Yo. Zo mensen, ik heb de ganse dag zitten te struggelen met de vlogs. Nu mijn eerste remake staat online en ik merk dat er opnieuw... Dat er gewoon opnieuw een fout in zit, mensen. Ik hoop dat jullie die fout niet hebben gezien. Maar je hebt wel oplettende kijkers. Ik heb oplettende kijkers, ik weet het, ik weet het. Ik ga niet liegen, hè, mensen. Echt waar, ik ga echt niet liegen, hè. Ik heb echt waar de ganse dag zitten te uploaden. Te uploaden. Eerst had ik in één keer de 3 bestanden tegelijkertijd te uploaden. Dat duurde ontzettend lang. En ik dacht van, fuck, ik haal de eerste 3 uur niet. Dat heb ik ook totaal niet gehaald. Dan moest er nog een tweede online komen. Wacht, 3 uur, 4 uur, niet 5 uur dan. En dan nog de laatste om 7 uur. Allemaal niet gehaald. Want kijk, hè. Hier staat 8 uur. Ik ben begonnen met de uploaden, zie je. En dan in één keer, joinkie. Ik ben gewoon de ganse dag blijven uploaden. Uploaden. En dan staat eindelijk de eerste online. Dan herbekijk je die.
Jullie kennen dus de frustratie, ja. Oh, de frustratie is echt compleet. En nu nog iets heel geweldigs. Ik wil ook nog eens even Discord erbij nemen. Die helpdesk. Ja, mensen, ik ben dat. Hallo. Voor alles wat onderscheiden. Dus met die helpdesk wil ik... wat wil ik daar ook mee gaan bereiken is... ook andere organisaties, van gaming organisaties en al. Dat ik daar ook mee, als ik daar ook mag gaan filmen en al, noem maar op. Ja, ze zijn nu over bieren bezig. Ja, op mijn Discord. Ja, 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 ja. Nu staat dat dus de volgende ben ik nu aan het uploaden, die duurt nog eens 2 uur en 6 minuten. 2 uur en 6 minuten. Wat is er eigenlijk nog allemaal in België gebeurd? Live formatie, formateur hoorde de afwijzing van Mahdi voor het eerst op VTM nieuws. Totaal ongehoord. Oké. Okay. Er is niet echt... Er is niet echt iets, iets exclusief was leiderschapstijl van den Kerkhof enig reden voor ontslag bij Plopsa. Hij verdiende meer dan de eigenaar. Dat is ook wel eigenlijk weer al waar. En ik ga sowieso er eens op inspelen. Van de kerk, van een kerkhof. Hij was wel goed. Hij was echt heel goed in. Hij was echt goed in prepparken leiden. Echt waar. En ja, hij heeft wel heel mooie prepparken wel opgericht in de Plopsa groep wereld. Bonkers. Ik ben ook wel heel moe. Ik wil ook nog wel nog één ding ook gaan aanhalen. Treinbestuurder zet levens van passagier op het spel door dwars door brand heen te rijden. Oh. What the fuck? Oh ja. Dat is een hele grote zot, ja. Anders bevat de trein geen vuur. Ja, dat is ook weer waar. Uiteindelijk kreeg de brandweer het vuur wel snel onder controle. Oké, dus gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Ja. Dus, over wat was ik bezig? Ah ja, dat ik moe was. Ja, ik heb dus heel veel gedaan omtrent mijn vlogs en al. Voor toch tijdig online te krijgen. Ja, BRNT zegt, had jij niet gezegd 15 uur vlog, 17 uur vlog en 19 uur vlog? Ja, maar ik heb het niet gehaald. Je ziet, nou, als alles was goed meegevallen, was er om 12 uur was dan eigenlijk praktisch alles geüpload. Maar... Het bleef bij elke vlog bleef het eigenlijk rond de 30% zitten. Toen had ik gedacht van oké, dan ga ik er maar 2 per keer uploaden. Dus
Nu er twee en dan daarna nog eens er twee. Lukt toen ook weer al niet. Ja, oké, dan ben ik wel in gedrang gekomen met die uur 15. Dus ja, daar heb ik het ook dan niet gehaald. 17 uur heb ik dan ook niet gehaald en 19 uur dan ook weer al niet. Dus mijn excuses ervoor. Ik heb echt wel mijn best gedaan. Ik heb mijn best gedaan. Meer kan ik ook niet zeggen. Ik ben stiekem kapot, man. Maar ja. Ja, dames en heren, kijk eens hoe mijn schat... Oh ja, hey, kennen jullie die nog? Och garm. Maar ik hier nu lees als hoofdtitel op het laatste nieuws van onze nonkel Jeff. Onze onkel Jeff, wat ook op de televisie was. Jullie kennen hem nog zeker. Hier, onkel Jeff. Met de mooie vrouw. Pauls. En dan lees ik. 1 jaar na zijn dood staat de urne Ivo, dus naast dus onkel Jeff, Pauls, nog bij de begrafenisondernemer. Familie... weten drijft uw weduwe tot wanhoop. Ja, dan zal ik ook wel wanhopig worden. Als ik bijvoorbeeld de uur niet zal vastkrijgen van mijn overleden eigenaar. Big Brother winnares Jul, mama geworden van dochtertje Ons Wondertje. Proficiat! De winnares van Jul, mama. Dat die mama is geworden van een leuk dochtertje. Ik zal zeggen, geniet ervan. Want het zijn weer al dan hele mooie nieuwe jaren. Nieuwe start in je leven. Want je hebt weer al een mooie wonderkindje bij in jouw leven. Dat is altijd leuk weer al een nieuw gezelschap te hebben. Onder één dak. Ja, hoe meer ziel, hoe meer vreugde, zeggen ze toch altijd? Ja, ja? Oké. Okay. Maar met deze vlog ga ik het hierbij afsluiten. Weet je wat ik ook nog wil doen? Ik wil nog één ding doen voor jullie. Dan mogen jullie mij ofwel in een PM sturen. 1. Of 2, ook mijn mailen. Jullie geboortedatum en jullie nickname. Bijvoorbeeld, als er dan iemand jarig is, dan ga ik ook nog eens even leuk zingen voor jullie. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiepetepiep, hoera, hiepetepiep, hoera, hiepetepiep, hoera. Oké, dus dan kan ik dan ook nog eens dan een shout-out doen dan naar die persoon. En vandaag kun je nog een feestdag voor degenen die aardig zijn. En ja, en die dan vandaag jarig zijn, proficiat, die dan op 10 september jarig zijn geweest. Is er iemand van mijn kameraden jarig? Eens even kijken op Facebook. Kijk wel, ja, toch wel eentje. Wel een shout-out naar Michael, of Michael. Die wordt er 28 jaar jongstjes erop, dus proficiat dus. Lang zal ze leven, lang zal ze... Nee, stop maar. Dat kan. Hij is 28 en ik ben 28 geworden. Ja, proficiat. Voilà, toch wel een ene persoon dan die toch jarig is, dat ik toch wel een jarige persoon heb gevonden. Is er ook dan nog iemand anders er bekend jarig?
even kijken. 10 september. Ja, weet je. Nee, birthday. Birthday. Dus even kijken. Hè. Wie dacht dat allemaal jarig is? Oh, de 10 september. Ah wel, een gelukkige verjaardag aan Matt Rave, een comedian. Kate Brunkner, die wordt er 27, dat is een YouTube-star. Ik ben toch ook een YouTube-star? Huh? Ik ben toch ook een YouTube-star? Painting Rainbows, die wordt er 32, dat is een Roblox-star. Dan hebben we nog Jack Gielinski, die wordt er 28, dat is een popsinger. Jack Grallis, die wordt er 29, dat is een soccer player. En Ian Gunter, 25 jaar wordt hem, dat is een gymnast. En dan hebben we nog Sam Kerr, 31, dat is een soccer player. Nivy Gomez, die is 9 jaar, dat is ook een YouTube-star. 9 jaar en een YouTube-star? What the fuck? Oké, wauw. Zo jong en al zo bekend. Oké. Dan hebben we nog Mickey Way. Die wordt er 24, dat is een bassist. Madden Mobile Slate, die wordt er 25, dat is een YouTube-star. Jos Goldstein, 28, dat is een reality star. Comita, 30, dat is een TV-host, show-host. En dan zijn het er nog heel veel. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Nee. 17 november, ik weet nog wel eens... 17 november, wie het er wel dan jarig is op mijne. Ja, ik maak de vlog wel een klein beetje langdurig, ja dat klopt. Ik ben eens even zo eens aan het kijken als ik echt iemand daar buitenuit ken die op mijn verjaardag jarig is. Een TikTok-star, zie ik popzinger, Instagram-star, Sydney Smith, die wordt er dan 25. Maar niet echt iemand die gezegd van, oh ja, die ken ik, of die ken ik, of ja, val, die moet je kennen. Nee. Zelfs zo, nee, ik is als Psycho TV. 37 jaar. En dan zo van onder, YouTube star. Ah, toch? Voilà, ik sta er toch tussen. Ik zou me daar eens wel eerlijk eens moeten op aanmelden, hè. Met een foto. Ja, dan moeten we toch... Ja, bij Famous Birthdays. Als ik op die website geraak. Wauw. Ja. Dan moet... Ja... Dat moet ik eens proberen te doen. Is het Reality on Access Famous Birthdays URL? No. Yes. Yes. Ah, no. Yes. Ah, oké. Okay. Ik ga het eens proberen te doen. Ik ga jullie zeker eens op de hoogte houden. Als het mij lukt voor op de website bij famousbirthdays.com terecht te komen. Als het mij lukt, dan ben ik wel blij. Verjaardag. België. Even kijken. Wie er eigenlijk hier... Welke bekende personen zijn jarig op 10 september... eens even kijken als we hier iemand van... Oh ja. Oh my god. Gertie Christoffels. Kent jij haar nog?
Getty Christoffels was geboren op 10/09/1958. Vandaag de dag zou Getty 66 jaar zijn geworden. Zij is echt op een hele jonge jaren heen gegaan. Die is gestorven op 12 oktober 2020. En normaal gezien moeten jullie wel Loes van den Heuvel kennen. Kent jij Loes van den Heuvel? Ja, by the way, mijn lieverd is ook hier. Allee, Carmen van Waterslagers. Die wel, maar ik ken haar echt een naam. Ah, dat is een Vlaamse actrice. Loes van den Heuvel is geboren op 10/09/1956. Vandaag is Loes 68 jaar oud geworden. Proficiat! Dan kijken als we toch nog één bekende... Nee, toch niet. Of wel? Jawel, jawel, toch nog wel. Debbie Petter. Nee? Kent je ook niet? Debbie Petter, de Nederlandse voormalig cabaretier en nieuwslezeres. Debbie Peters is geboren op 10/09/1956 ook al. Vandaag is Debbie 68 jaar oud geworden. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Ja. Ja. Maar ben nu nog wel eens even ook eens benieuwd wie er ook jarig is, die ik ken misschien op mijn verjaardag nog, van een Nederlandstalige of zo. Eens even kijken. Mariska Huntink, die ken ik ook nog heel goed. Ja, dat is een radiopresentatrice. Die is geboren op 17 november 1978 en is nu 45 jaar oud. Op 17 november 2024 wordt Mariska Huntink 46 jaar. Wauw. Wie zullen we dan nog kennen op mijn verjaardag? Eens even kijken. Allee, niemand echt bekend op mijn... Nee? Oké, dus de mensen die ik op die pagina zie, is Francis Educey, ken ik niet. Dan Gwen van Poorten, Sharon Kips, Sarah Harding, Maud Mulder, Asaak Hanson, Mariska Huntink, Rachel MC Adams, Laura Wilkinson, Claire Brouwer, Chef Bulkeley, Sophie Marcu, Daisy Ventes, RuPaul, Martin Bière, of Bère, Lorne Michaels, Tom Saver, Danny DeVito, Lauren Hunton, Annemarie Oester, of Ooster, Martin Scorsese, of zoiets, Corten Lichtvoet, Rock Hudson en Lee Strasberg. Voilà, ça. Maar ja, mensen, ik ga jullie niet wel laten, of anders wordt deze vlog wel redelijk nog lang. Voilà. Zelfs heb ik weer al een uur vlog. Ik ga jullie laten... Ah ja, ik ga jullie zo eens laten zien hoe mijn schatje erbij ligt. Mag ik? Hele tamme.
En Tamme Vrouw. Tamme Vrouw, nee. Van Leeuwen. Hoe heette... Tijgerinneke. Ja, in een hele rustige tijgerinneke. Maar pas op, je moet ze wel soms met handschoentjes aanpakken. Je moet ze soms wel met handschoentjes aanpakken. Dat is niet waar. Dat is niet waar, zegt ze. Jij ook. Ik ook? Ja. Jawel. Hou een lach neer. Oké, maar mensen, ik ga echt hier nu wel beëindigen. Jullie staan nu op een hele leuke chocopot. Wat maken? Wat maken? Niks. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte als er iets gebeurt op mijn YouTube kanaal. En zoals altijd. Tjust! Hier zit er iets niet in. En ik ga dus ook daar nog gauw doen. Dames en heren. De... Niet trivia vragen. Daar had ik jullie. Yo, 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 yo.